Mevrouw, nou geschrokken denk ik. Ja, heel erg. Ja, mijn kinderen liggen eronder, onder het slaapkamer waar het gebeurd is. Ja, niet te bevatten eigenlijk. Wat gebeurde nou vanmorgen? Nou, mijn moeder lag op de bank en die hoorde een hoop herrie, een soort verwarming getik. En die wordt daar wakker van en die ruikt gelijk brand. En ja, ze roept me, pak je kinderen, brand, brand. Nou, ik heb mijn kinderen gepakt. We zijn naar beneden gegaan, op alle deuren geklopt om de buren te waarschuwen. En nou, voordat we het wisten stonden we buiten. Heftig? Heel heftig, ja. En de klap komt eigenlijk nu, dat je, als je dit zo ziet en dan beseft wat er kan gebeuren. Ja. Veel geluk gehad? Ja, heel veel geluk. Ja. Als mijn moeder niet wakker was geworden, dan weet ik niet wat er, hoe het was afgelopen. De woning is volledig beschadigd. Hè? Heeft u enig idee hoe uw woning eraan toe is? Nee, we mogen niet naar binnen. Maar als je nu al zo kijkt, de brandweer heeft mijn ramen opengezet en de deuren opengezet. Je ziet dat de muren al met roet zijn. Dus ik denk wel dat er misschien ook wel waterschade. Wat denkt u dat de oorzaak van de brand is? Ik denk dat het aangestoken is gisteren. Ja. Waarom? Nou ja, de buurman die schijnt depressief te zijn en smiddags, gistermiddag roken we al een gaslucht. Daar zijn we op onderzoek geweest. Ik ben bij mijn onderbuurvrouw geweest of het bij haar vandaan kwam. Ik ben boven geweest of het daar vandaan kwam. Ja, ik denk het. 1 plus 1 is 2 voor mij.